Een hoogtepunt voor mij in mijn zangcarrière zal zijn als ik ooit in Wembley Arena sta. Want dat heb ik een keer gezien. Ik was een keer bij een optreden in Londen. En toen dacht ik, ja, dat zou ik gewoon echt graag willen. En hoe ik daar dan kom, misschien als iemands achtergrondzangeres, dat maakt mij dan ook niet uit. Maar dat zou voor mij echt een moment zijn dat ik denk, ja, nou is het gelukt. Ik ben Cecile Morel. Wie heb ik vandaag in de studio? Cecile Morel en Erik Minken. Hoi, ik ben Cecile Morel en ik ben zangeres. Hallo. En ik ben Erik Minken, ik ben haar gitarist. Ik zou zeggen, de vloer is helemaal voor jullie en we gaan ervoor. We zouden wel meer erkenning willen hebben. Het is allemaal, ja, het blijft allemaal heel kleinschalig. Een lokaal radiostationnetje, een bruin kroegje. Dus we zouden natuurlijk wel willen dat het allemaal wat groter wordt. Er komt best wel veel bij kijken bij een optreden. Ten eerste moet je het zelf regelen, je gaat zelf mensen benaderen. En als het dan zover is, dan staat er geen blinkende tourbus op het wachten met een airco. Dan is het gewoon het fietsje doorheen. Oké, want ik heb al gebeld, ik heb gemaild. Ja, soms dan kom je ergens aan en dan weet ze niet eens dat je zou optreden, dan weet ze niet wie je bent. Ja, nou, de eerste keer heb ik antwoord gekregen. Dus nou, ja, toen heb ik iedereen gecommuniceerd, oké, okay, bij 2008. Ja. En van de week heb ik nog gemaild, daar kreeg ik geen antwoord. Dus toen heb ik nog gebeld gisteren. Oké. En toen zeiden ze niet van, nee, het staat niet op de lijst. We zijn de eerste act op de local stage. 13:30. Kijken. Hoe is Cecile? Cecile Morel. Ja. Ik weet niet hoe ze erbij komen. Verrekking. Nee, dan ben ik vanavond op Davy. Kleine succesjes, zoals een koningin in de nacht, zoals Schollepop. En dat maakt je dan wel weer even enthousiast. En dan kan je weer een paar maanden vooruit. Maar dan kom je onherroepelijk weer op dat punt dat je zelf echt een schop onder je kont moet geven. Van ja, oké. Ja, er komen even geen optredens binnen. Ja, dan moet je dan toch maar weer doorgaan in de hoop dat er dan weer een heel erg leuk festival komt. Of ja, wat voor een opportunity dan ook. Mijn instelling is altijd geweest van, ik ga gewoon maar door. Maar hoe ver moet je door? Dus, ja.